Goedendag. We begonnen de dag vrij rustig met een mooie zonsopkomst zoals hier achter me. Mooie rode luchten. Maar we zagen ook veel sluierbewolking en die bewolking werd dikker. En dat is toch wel weer de voorbode van natte weer dat zit aan te komen. Als we eerst nog even naar het plaatje van bovenaf kijken, dan zien we hier de temperatuur op 1500 meter hoogte. Dan zien we koude lucht boven Noord-Europa liggen en wat zachtere lucht boven het zuiden. En we liggen nu nog in die wat zachtere lucht. En als de boel in beweging zet, dan zien we dat koude lucht ook afzakt vanuit Scandinavië richting ons land. Maar tegelijkertijd komt ook zachtere lucht onze kant op. En dan ontstaat er een scheidingsvlak tussen beide luchtsoorten. En ja, hierboven is het dus echt wel flink koud. Dan kan het dus ook tot winterse neerslag komen. Dat gebeurt bij ons niet. Maar we moeten wel die scheidingslijn goed in de gaten houden. Want vrijdag komen we uiteindelijk overal in het land toch in die koudere lucht terecht. Dat zien we hier ook gebeuren. Maar uiteindelijk wint toch weer die zachtere lucht vanuit het westen terrein als nieuwe lage drukgebieden volgende week dichterbij komen. Dat zien we hier mooi terug. Een groot lage drukgebied midden volgende week nabij de Britse eilanden en daaromheen een zuidwestelijke toevoer van toch wel ja, wat warme en tegelijkertijd wisselvallige lucht. Als we naar bovenaf nog een keer kijken met de neerslag en de luchtdruk, dan zien we ook een hoger drukgebied boven Scandinavië liggen. En daaromheen zakt koude lucht naar beneden. Terwijl dat lage drukgebied bij de Britse eilanden ervoor zorgt dat zachtere lucht onze kant op komt. En als de boel ook nu weer in beweging zet, dan zien we dat er om dat lage drukgebied heen gebieden met storingen en regen onze kant op komen. En dat ze af en toe stuk lopen op dat hoge drukgebied. En dat het flink kan doorregenen. Er kan af en toe echt wel flink regen vallen. Vooral de vrijdag is echt wel kletsnat. Na het weekend zien we tijdelijk een weersverbetering als een ander hoge drukgebied wat meer invloed uitoefent. Maar vanaf dinsdag is het toch weer wisselvallig en ja, af en toe best wel onstuimig weer met dus die lage drukgebieden bij de Britse eilanden. En wat we ook zien is dat die isobaren van gelijke luchtdruk af en toe best dicht bij elkaar komen. En dan staat er best wel veel wind. Nou, ik had het net al over de regen. En als we ook nog even naar het plaatje kijken van hoeveel regen er tot zondag kan vallen. Het gaat allemaal heel vlot. Dan zien we dat er echt wel veel regen valt. Dan kan er zo'n 60 mm op de meeste plaatsen vallen. Dit is het ICOM-model. Er zijn ook modellen die wat minder neerslag of meer neerslag berekenen. Maar al met al wordt het echt wel goed nat. En als we specifiek naar de beeld kijken, daar is dus al 100 mm gevallen. Komt dus nog zo'n 60 mm bij. En dan is het einde van de maand nog niet in zicht. En dan kon het nog wel eens een hele natte oktobermaand worden. Nou, vanavond hebben we dus ook met nattig weer te maken. Een storing trekt van zuid naar noord over het land. En voor de regen uit koelt het nog af naar zo'n 8 graden in het noorden. Eenmaal in de regen wordt het een stukje zachter. Dan wordt het 10 tot 13 graden. Want die zachtere lucht komt dus vanuit het zuiden ook dichterbij. En morgen zien we eigenlijk een hele scherpe scheidingslijn over het land liggen. Tussen enerzijds koele lucht in het noorden en ja, vrij milde tot warme lucht in het zuiden en midden van het land. In die warme lucht wordt het 17 tot 20 graden, terwijl in het noorden van het land de 12 graden nog maar amper wordt gehaald. En die oostenwind, ja, die maakt het voor het gevoel af en toe in het noorden echt al een stuk kouder. En vrijdag wint die koudere lucht ook echt wel meer terrein. Temperatuur ligt zo rond de 8 of 9 graden. En die koude oostenwind is echt wel heel gevoelig. Zaterdag draait de wind weer opnieuw naar het zuiden. En dan komt weer zachtere lucht het land binnen. Dat de kinderen weer laten we dus wel los. Maar het blijft wisselvallig met buien en regen. En de zon, ja, die heeft het best wel moeilijk. En als we kijken naar de langere termijn, dan zien we eigenlijk vrij weinig veranderen qua temperatuur. Die blijft zo rond de 15 graden schommelen. We komen dus niet echt in specifiek zachter of echt veel koudere lucht terecht. Maar het blijft dus wel wisselvallig met alleen die maandag die opvalt dat er weinig neerslag valt. Maar op langere termijn blijft het dus echt wel aan de natte kant. Fijne dag.